Goedemorgen, het is maandag 20 april 2020. En ik heb eventjes mijn kamer ingericht om een videootje te gaan opnemen. Ik ben door een paar mensen gevraagd om wat stretch-lenigheidsoefeningen te doen. Ik heb besloten om eigenlijk gewoon de opwarming te doen die ik altijd gebruik. Maar die bestaat eigenlijk uit stretching. En mocht je meedoen, luister naar je lijf. Forceer niks. En ik doe dit al jaren zo. Maar dat wil niet zeggen dat dit de enige goede manier is. Dus kijk maar eventjes, misschien heb je er wat aan. Ik noem het altijd een beetje wakker worden. Je lichaam zeg maar even wakker kloppen. Niet letterlijk kloppen, maar dat je even voelt dat er niet alleen bloeddoorstroming hier gebeurt. Omdat je praat en nadenkt, maar in heel je lijf. Zodat je ook je eigen lichaam gaat voelen. Het is mijn eerste keer dat ik dit ga doen, dus waarschijnlijk wordt erin geknipt en geplakt, misschien ook niet. Hoe voelen jullie je in deze coronaperiode? Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, zeg maar. Maar goed, iedereen moppelt ook op elkaar. Is er helemaal nergens goed voor. Zorg dat je wat makkelijks aan hebt en een beetje ruimte hebt. Ik moet hier waarschijnlijk een beetje schipperen, maar ik hoop dat jullie mij zo goed kunnen zien en horen. Ga iets breder, met je voeten iets breder dan heupbreedte staan. En we beginnen met het hoofd. We bewegen met je oor via voor, met je oor naar je schouder en weer terug. Let erop dat je eigenlijk beide kanten van je nek zo lang mogelijk laat. Dus maak het niet kort, zorg dat je het lang houdt en dat je zeg maar je kin naar voren laat wijzen. Als het goed is voel je het dan hier. Voel je het een beetje trekken, dus zorg ook dat je schouders niet meegaan als je opzij gaat, maar dat je ze een beetje tegen spanning geeft. Hetzelfde ga je via hoog, trek je naar het plafond, zorg dat je nek zo lang mogelijk blijft, dat je niet gaat hangen, want dit is alles behalve comfortabel. En hetzelfde met je schouders. Op dezelfde hoogte. En nu ga je met je kin op je borst. Als het goed is voel je het in je nek een beetje trekken. En je gaat door tot je navel. Dus het is net alsof je tot aan je navel tegen een muurtje staat. Dus dit blijft nog recht. En dan voel je als het goed is hier in je onderrug voel je een stretch. Je mag een beetje schudden, een beetje los schudden, zodat niet je hele lichaam op spanning staat. En ga door. Oh, naar beneden. Oh, dit is voor mij ook even wakker worden. Kijk of jullie mij goed kunnen zien. En buig een beetje door je knieën. En strek. En buig door je knieën. En strek. Als je een beetje los kan laten of ontspannen, beweeg dan eventjes zodat je eigenlijk de stretch ook op verschillende plekken voelt, niet alleen maar puur hier. Ik draai weer even terug en buig je benen en rol langzaam weer op. Doen we nog een keertje, rechts. En terug via voor. En kijk naar het plafond. En weer terug. En rol af tot je navel. Blijf hier even hangen. Ontspan je schouders, ontspan je nek. En door naar beneden. Zover je kan. Zet je knieën nooit op slot. Ontspan je knieën altijd een beetje. En je mag hier een beetje bewegen zodat je het overal een beetje voelt trekken. En buig je benen, buig en strek en buig en sientje en strek en rol langzaam op. En rol je schouders voor naar achter. Kom een beetje naar voren.
En hetzelfde weer terug. Nu doe je hetzelfde, gebruik je je ellebogen. Dus je ellebogen maken de cirkels. Dus je gaat voor, vier voor naar achter. En andere kant op. Hetzelfde gaan we doen met de armen gestrekt. En achter. Achter. Hetzelfde terug. En maak de uiterste mogelijke beweging, zodat je ook echt je spieren voelt, ja, voelt trekken eigenlijk. Wat ik nu eigenlijk doe is, ik probeer zeg maar iets achter mijn rug te pakken. Probeer hierbij je heupen recht naar voren te laten wijzen, zodat je echt een twist maakt in je onderrug. En hetzelfde met de heupen. Oh. Heupen even losmaken. Van de cirkels. En de andere kant op. En naar voor jullie rechts. En naar links. Als je kan, pak even iets vast. Dat je je... bovenbeen kan strekken. Wat zijn het? Je quadriceps. Zeg ik dat goed? Zorg dat je je buik inhoudt en je knie naast je knie. En dan zo je je hiel naar je bil toe trekt. Hetzelfde andere kant. Yes. Oké. Ga staan met je benen, wat ja, wij zeggen in de danstermen grote tweede positie. En hang eventjes naar beneden. Ik ga een beetje naar achteren, anders zie je mij niet goed. Sorry, zien. Blijf even hangen. En ga naar je linkervoet, een beetje naar rechtervoet. En nu even de stretch met aandacht op, ja, voor mij links, voor jullie rechts. En hetzelfde naar je andere voet. En terug naar het midden. Ga je door je benen. En strek. Ga je door je benen. En strek. En pak je handen vast. En laat ze achter je vallen. Dit geeft een extra stretch. En ga door je benen. En strek. Ga door je benen. En strek. En laat je armen los. Loop een paar stappen naar voren. En stretch je schouders naar de vloer. Ga een beetje door je knieën. En strek. In yoga termen noemen ze dit volgens mij de downward facing dog. En buig je knieën. En strek. Dan maak je je rug bol. En ik denk dat jullie mij niet meer zo goed zien. Ik moet er rekening houden met de kat, die ligt er ook nog. Ja. Wat je hier kan doen is je zeg maar vanuit je schouders opdrukken, dat je cirkeltjes maakt. En ook de andere kant weer op. Een beetje een lichte krachtoefening voor je vleugeltjes. Yes. En ontspan. Breng je billen naar je hielen toe. En blijf je liggen. Ontspan hier eventjes. Maak je rug bol. En hol. En bol. En hol. Nou, dit is eigenlijk het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte gaan we naar de grond. Ik zal de camera even wat lager zetten. Dus ik zie je zo. Ik hoop dat je een beetje kan zien. Want ik heb best wel tegenlicht van achter. Maar volgens mij gaat dat wel goed. Zoals ik het zo kan zien. Ja, nou, ga zitten.
met je benen naar voren. Ik zal een beetje diagonaal gaan zitten. En pak één been achter je en probeer, ja, zover als je kan, luister naar je lichaam, is belangrijk, even stretchen. Dus je stretcht nu ook je biceps. Hou je buik in en je rug zo recht mogelijk. Want je kan zo wel heel diep gaan, maar als je hier geen stretch voelt, dan heeft het niet zoveel zin. En laat los. Misschien kun je even je heup, ja, je heup in je bekken laten ronddraaien. Ook de andere kant op. En dan gaan we hetzelfde herhalen met je linkerbeen. Dit is een beetje, voordat ik een show heb, is dit mijn volgorde van de opwarming. En cirkels. Yes. Even kijken. Voetzolen tegen elkaar. Dan gaan we eigenlijk je bil stretchen. Je voeten voor je vast en ontspannen. En probeer los te laten als het lukt. Je voelt dan, als het goed is, eigenlijk. Ik voel hier een stretch hierachter. Het blijkt een hele goede te zijn, heb ik me laten vertellen. En ga naar je rechterbeen voor jullie. Zorg dat je beide heupen op de grond laat. En als het goed is, voel je dan de stretch eigenlijk naar je de buitenste heup. Dus in dit geval je linkerheup. En weer terug naar het midden. Ontspan. En hetzelfde naar je linkerknie. Hou je rechterheup op de grond. En terug naar je voeten. Strek je benen uit. Probeer je benen te ontspannen en hang voorover op je knieën. Probeer hier ook een beetje te bewegen. Als vorm van om toch je lichaam te proberen wat te ontspannen. Blijf doorademen. En misschien kan je verder naar voren reiken. Je kan dit ook met gestrekte voeten doen. Zoals ik vroeger op de balletles had. En door. Even kijken. Een stukje naar achter. Wat je nu doet, pak één been voor gebogen. En probeer. Oh, ik voel mijn onderrug. Probeer je achterste been te strekken. Buig je achterste been. Pak nu je voorste been, strek die uit. Misschien had ik deze stretch ook eerder kunnen doen net. Maar goed, ik heb totaal niks voorbereid. Dus hiermee kun je voor degene die graag leniger worden richting spagaat toe. Dit is een voorbereidende oefening daarvan. Ik heb al een paar vragen gehad. Til je voorste been op en strek je achterste been. Zorg dat je knie boven je enkel is, niet daarover, maar daarboven. En strek je achterste been uit. En als je kan, kun je je elleboog op de grond leggen en naar het plafond wijzen. Wat ik heel fijn vind is dat ik nu mijn knie
onder mijn been buig. Dus kom je dan zittend uit en dan kan je je, even zo, kun je met je tegenovergestelde elleboog je knie naar je toe duwen. Dan stretch je ook weer je bilspier. Oké, dan doen we eigenlijk hetzelfde aan de andere kant. Voorste been buigen, achterste been strekken. Wat ook fijn is als je zeg maar de arm van je been zeg maar aan de binnenkant van je been legt. En ook het tegenovergestelde, dat zijn dan toch weer andere spieren die je voelt. Maar goed, het kan zijn dat het voor jou helemaal nog niet zo ver is. Dus dan, dat is dan voor iets voor een later stadium. Buig je voorste been, knie boven je hiel. Uit, dan stretch je deze kant. Ik weet al die benamingen niet, jongens. En als je kan, je elleboog op de grond en strek uit naar het plafond. En door. Oh, la 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 la. Strek je tegenovergestelde arm met je tegenovergestelde knie. In de tweede positie, ballettermen. Spreid zit. Ik weet niet hoe het ook allemaal genoemd wordt. Kom even zitten. Wiggle een beetje. Het is altijd een beetje fijn om je spieren losser. Even kijken. We kunnen beginnen met de schouder naar je knie. Oppassen dat ik mijn hoofd niet stoot. Dus je schouders blijven naar voren wijzen, maar je gaat wel met je schouder naar je knie. Je armen kunnen ook meehelpen. Dan wordt het allemaal, krijgt het allemaal net wat meer gewicht. En hetzelfde kunnen we via voor doen. Dat je eventjes draai, dat je eigenlijk met een zo gestrekt mogelijke rug, dan voel je de stretch net iets op een andere plek. Ja. Je kan proberen wat verder te komen met je bekken. Ik kan net de split niet, daar zijn mijn bekken niet voor gemaakt. Dan voel ik ook zou trainen. Ik kan hem wel faken. dus je kan hier ook eventjes blijven zitten. Slaat even los je spieren, dat vind ik altijd heel erg fijn. Ja, en voor de dansers of mensen die al lenig zijn, kan je nog even doorgaan. Dan is het gewicht van je bekken, zeg maar, die je naar beneden duwt ook. Zo, nou, sla even los. En beweeg je benen terwijl je terugkomt. Dit voel ik altijd. Ik krijg ook vaak vragen van mensen hoe ze een split kunnen stretchen. Dit is hetgeen. Je moet zelf maar eventjes kijken, want ik ben natuurlijk oldschool opgeleid op een dansacademie. Maar even kijken hoor. Ik ga het zo even laten zien. Wat er ook een fijne stretch is,
Terwijl je een boekje leest, terwijl je naar muziek luistert, terwijl je ontspant, terwijl je aan het mediteren bent, zou dit ook nog een goede kunnen zijn. Ik moet zeggen, voor mij heeft die altijd wel geholpen. Ja, je ziet mij nu niet goed. Wacht, dat is eigenlijk deze. Dus op de grond, of op de bank of op je bed, ga je tegen de muur. Wacht even, want... Hi. En dan laat je eigenlijk je benen openvallen. Zo. Dat is mijn droge rek. En zo kan je voor 10 minuutjes of een kwartiertje kun je blijven. Probeer het even op te bouwen als je echt te veel last krijgt. Te veel druk hebt. Maar ja. Oké, zo stretchen. Als je dat elke dag doet, dan kom je vanzelf een stukje verder, geloof ik. Zo, daar zijn jullie. Dit is een eigenlijk een kennismaking met hoe ik me eigenlijk altijd opwarm en me een beetje in vorm hou. Ik vind het zelf heel fijn, maar dat is persoonlijk natuurlijk. Sommige mensen hebben meer aan een explosieve opwarming en dan stretchen. Maar ik hoor graag van je wat je ervan vindt. Ik heb het gewoon even zo gedaan zoals ik het altijd doe. Dus sorry als het niet heel goed voorbereid was. Maar ach ja, ja, quarantaine hè. Niets moet, alles mag. Dus... ik hoor graag wat je ervan vindt en of het lukt en hoe je lichaam voelt. Luister naar je lichaam. En dit is mijn manier. Ik zeg niet dat dit voor iedereen goed is en werkt. Dus als regel nummer 1, luister naar je lijf. Fijne dag. Geniet van de zon.